En waar ik wat over wil gaan vertellen is de beweging Radicale Vernieuwing Langdurige GGZ die we aan het opzetten zijn. En de directe aanleiding daartoe is dat er vanaf 1 januari een groot aantal mensen de zorg voortaan gaat krijgen via de wet Langdurige Zorg in plaats van via de Zorgverzekeringswet en de wet Maatschappelijke Ondersteuning. En dat betreft, het is niet duidelijk hoeveel mensen dat precies zijn, maar zo'n 10.000 tot 14.000 mensen die over het algemeen bijvoorbeeld in een RIBW wonen. En die dus langdurig zorg nodig hebben en nu overgaan naar de wet langdurige zorg. Wat we steeds zien is dat daar vooral de aandacht is voor de technische overheveling. En daar bedoel ik mee hoe de financiering anders geregeld moet worden, hoe de indicatiestelling op orde moet zijn. Maar dat er eigenlijk heel weinig aandacht bij die overheveling is tot nu toe, wat dat voor mensen zelf betekent. En er is ook wel kritiek op met het idee van, ja, je komt in de wet langdurige zorg en dan kom je in een wet waar je eigenlijk nooit meer uitkomt en afgeschreven zijn, dat gevoel. Terwijl je het ook op een andere manier kunt bekijken, namelijk dat het een stukje rust geeft, dat je niet iedere keer weer door de molen moet voor weer bij de verzekeraar langs of bij de gemeente om te bewijzen dat je iets hebt en dat het een bepaalde rust kan geven. Maar dat betekent wel dat we veel meer naar de mensen zelf zullen moeten kijken en moeten kijken wat het perspectief van degene is die de ondersteuning vanuit de GGZ nodig heeft, dan tot nu toe gebeurt. En eigenlijk ook de verhalen die bij ons per LOC al heel lang binnenkomen, dat gaat al heel lang over. Dat toch echt vooral in de langdurige GGZ, ook op de instellingsterreinen, dat het leven vaak nogal leeg is en er eigenlijk weinig gebeurt en ook zelfs weinig behandeling is. Dus dat de zwaarste zorg eigenlijk het meest ondergeschoven kindje is. En dat ook heel veel personeel daar eigenlijk niet zo heel graag wil werken om die reden. Ik heb het steeds over we, en misschien is het goed even mezelf trouwens voor te stellen, bedenk ik me. Ik ben Martijn Laterveer, coördinator bij LOC. Er stond op de agenda Marie-Antoinette Bekkers, die ook bij het opzetten van die beweging bezig is. Maar wij hebben even geruild met een paar workshops, dus ik neem deze over. Maar ben ook nauw betrokken bij het opzetten daarvan, van de beweging. Als ik kijk wat er nu in de GGZ gebeurt, dan zijn er heel veel initiatieven. Van herstelbeweging, ART, is het programma Over de Brug 2 om te zorgen dat de GGZ verbetert. Maar wat eigenlijk ook iedereen wel aangeeft, van ja, het zijn vaak haast methodes geworden, maar het moeilijk is om het in de praktijk te brengen. En dat we eigenlijk zien, en wij zijn al heel lang bezig met het ondersteunen van cliëntenraden in de GGZ, dat je eigenlijk al sinds 1980 ongeveer dat we daarmee bezig zijn, eigenlijk die problemen hetzelfde zijn en alleen maar erger zijn geworden. Wat we willen is dat die praktijk verandert en dat het echt over de mensen gaat die de ondersteuning nodig hebben, dat die perspectief hebben en dat zij en hun relaties, mensen die voor hen van belang zijn, dat die centraal komen te staan. En daarmee zetten we ons niet af tegen bestaande initiatieven als de herstelbeweging. Integendeel, we denken dat dat juist die andere initiatieven enorm kan ondersteunen. Waarbij we dus niet zeggen van wij steunen alleen de herstelbeweging of ART. Maar het gaat steeds om vanuit de praktijk kijken hoe kom je tot verbetering. Ik vind het heel erg belangrijk dat het staat aan de zijkant. Ik vond het heel apart dat ik u zag, meneer Laterveer. Ja, nou, ik hoop dat ik het hiermee verklaard heb waarom ik hier zit. En dat ik niet Marie-Antoinette ben, maar ik hoop dat het zo ook goed is. De bedoeling is vooral om dat met elkaar die verandering samen in te gaan. We hebben op 16 januari een bijeenkomst gehad waar eigenlijk alle betrokkenen uit de GGZ bij aanwezig waren. Van ervaringsdeskundigen, professionals, bestuurders, verzekeraars, de inspectie, het ministerie. Van alles en iedereen was daarbij. En eigenlijk was er een groot enthousiasme om te zeggen van we zijn ook wel heel ver afgedwaald soms van waar het eigenlijk over zou moeten gaan. Namelijk de mensen om wie het draait. En laten we eens met elkaar kijken of we daar terug kunnen komen en hoe we dat doen. Het resultaat is geweest dat we een aantal waarden geformuleerd hebben. Dus van wat vinden we nou echt belangrijk? Wat is nou de kern van de GGZ? En eigenlijk van de mensen die op de GGZ-zorg aangewezen zijn. De GGZ is ook maar een systeem. En er is een voorstel gemaakt voor het starten van een beweging om dat ook echt op gang te gaan brengen. En daar hebben we ook al heel veel gesprekken met het ministerie over gehad. Er is groot enthousiasme en we hopen deze maand te horen of we ook daarvoor de financiële ondersteuning krijgen. Mochten we dat niet van het ministerie krijgen, dan moeten we elders op zoek. Maar dat we dit willen doen is duidelijk.
Als ik dan naar die waarden kijk, dan begint dat we gezegd hebben, we moeten echt starten bij mensen en wat voor hen van belang is. Ieder mens is van waarde. En of je nou het stempeltje schizofrenie of iets anders op je hoofd hebt, je blijft gewoon een mens. En het gaat niet om labels plakken, het gaat erom te kijken wat mensen beweegt, wat zij belangrijk vinden en daarbij aansluiten en kijken wat iemand echt belangrijk vindt om een waardig leven te kunnen leiden. Ook als iemand langdurig ondersteuning nodig heeft, dat verandert niet. Het verandert dat je meer ondersteuning nodig hebt en meer hulp en zorg nodig hebt, maar je blijft gewoon een mens en je blijft van betekenis. De droom die we met elkaar geformuleerd hebben, is dat mensen die op langdurig psychische problemen ervaren, dat die zich gehoord en gezien voelen. En dat iedereen kan doen wat voor hem of haar van waarde is, samen met de mensen die van betekenis zijn voor je. En dat professionals dat ook kunnen ondersteunen en zich in staat voelen om dat te ondersteunen. Want ook dat zien we dat dat niet altijd het geval is. Wat ik net al zei, er zijn heel veel medewerkers die de GGZ verlaten omdat ze het gevoel hebben dat het meer over administratie gaat en diagnose-behandelcombinaties binnenhalen en uitvoeren, dan dat ze nog echt het werk kunnen doen waarvoor ze dit vak zijn gaan doen. Dus daar willen we graag naar terug. Wie er meedoen in die beweging, dat is echt breed. En ik zei dat al van 16 januari, en dat is ook de bedoeling dat we dat ook in die hele beweging gaan doen die we willen starten. Dus ervaringsdeskundigen en naasten, professionals, bestuurders, inkopers, toezichthouders, overheden, of dat nou het ministerie is of de gemeenten, maar ook relevante landelijke cliënten, patiëntenorganisaties en anderen. En brancheorganisaties van aanbieders ook. Ik ga zo ook iets vertellen over de ervaring die we daar al mee hebben, want we doen dit al jaren in de verpleeghuiszorg. Hebben we zo'n beweging en je ziet dat dat uiterst succesvol is en dat er gewoon allerlei dingen gebeuren waarvan iedereen dacht, dit kan helemaal niet. Wat we beslist niet willen doen, is een blauwdruk gaan maken van zo moet het overal. Ieder mens is anders, de relaties zijn anders, de plek waar je woont is anders, de setting is anders en we moeten niet gaan denken dat wat bijvoorbeeld in Amsterdam werkt, dat dat ook per se in Drenthe op het platteland op dezelfde manier moet. We zijn wel heel erg gewend geraakt om in dat soort blauwdrukken te denken. Wat we vooral willen is dat we die droom die ik net noemde, dat iedereen van waarde is en van betekenis mag zijn, dat we elkaar daarbij helpen om dat te realiseren. Ook tussen verschillende GGZ-organisaties. En dat we steeds werken vanuit de radix, en daar komt het woord radicaal vandaan. Radix betekent in het Latijn wortel. Dat we eigenlijk steeds teruggaan naar waar ging het nou over. Dus radicaal hebben sommige mensen het gevoel van alles moet helemaal anders. Dat is niet de bedoeling van wat we met radicaal bedoelen. Maar wel dat je heel consequent steeds kijkt hoe je vanuit mensen die zorg organiseert. En dat je dus ook de dingen niet meer doet die daar niet bij helpen. We willen ook dat het niet vanuit belangen gebeurt. Ik zit veel aan landelijke Haagse tafels. En daar zie je dat heel vaak, dan word ik geacht de cliënten te vertegenwoordigen en een ander de verzekeraars en een volgende de aanbieders en nummer vier het personeel, de professionals. Maar eigenlijk willen we dat niet vanuit het belangen doen, maar vanuit een gezamenlijke droom en daar kan iedereen bij helpen. En als je op die manier bijvoorbeeld de verzekeraars en de gemeente meekrijgt, dan is dat niet een tegenstander, maar hebben die ook een enorm belangrijke rol om met elkaar die droom waar te maken. De eerste vraag die het ministerie stelde toen we hiermee kwamen was: willen jullie het systeem omgooien? Dan hebben we gezegd: nee, daar gaat het eigenlijk uiteindelijk niet om. Het gaat erom dat de zorg doet waar die voor bedoeld is. En als we dan met elkaar merken dat bepaalde regels daar echt bij in de weg zitten, of dat de systemen uiteindelijk niet handig daarbij zijn, dan kan een gevolg wel zijn dat we die systemen veranderen, maar we gaan niet over een systeemverandering hebben. Want die ervaring hebben we ook al. Je ziet dat bijvoorbeeld bij de jeugd GGZ heel duidelijk. Het gaat over naar de gemeente en dan zie je dat jarenlang iedereen vooral met die overhevelingen bezig is. En dat dreigt nu ook met de wet langdurige zorg dat iedereen daarmee aan de gang is in plaats van te denken voor wie doen we dit nou eigenlijk. En dat gaat helemaal niet met kwade bedoelingen, maar dat is wel wat de praktijk steeds is. Die werkwijze die we beogen betekent eigenlijk dat je het over een cultuurverandering hebt. Dat je niet meer gaat richten op de systemen en het verantwoorden en het geld binnenhalen. Maar je gaat richten op de mens en wat de mens nodig heeft om zijn leven te kunnen leiden. En daarmee is het ook geen project. We hebben het bewust een beweging genoemd. En dat is ook de ervaring in de verpleeghuiszorg waar we nu bijna 4 jaar bezig zijn.
Waar sommigen erin stapten met het idee van, nou, na 3 jaar hebben we dat geregeld en iedereen komt erachter, dat is niet zo. Waar we nu staan in de zorg is eigenlijk sinds de Tweede Wereldoorlog ongeveer gevormd. En zoals jullie weten is dat al lang geleden en betekent dat ook dat een verandering ook heel veel jaren gaat vergen. En dat dat ook niet makkelijk is dat je steeds, bijvoorbeeld wat we in de verpleeghuiszorg heel erg merkten, dan hadden we de professionals in de juiste stand. En dan was er nog een facilitaire dienst die heel erg met oude methodes werkte. Dus van de meest waanzinnige dingen, dat er bijvoorbeeld een wc-bril kapot was, dan moest er in één keer iemand naar de receptie en die moest dan een formulier invullen. En dat ging dan naar het hoofd van een facilitaire dienst. En dan moest dat via het inkoopcontract ingekocht worden. Dat mensen op een gegeven moment zeiden, dat is flauwekul. Als gewoon iemand even naar de gamma gaat en een nieuwe wc-bril haalt en een bonnetje inlevert. En er is ook nog een van de bewoners die dat zelf nog erop kan zetten. Dan is het binnen een kwartier gebeurd. Nou, dus dat, ik noem maar even een heel simpel voorbeeld. Maar je ziet dat soms zo stroperig is dat je gewoon niet meer weet waar je moet beginnen. En dat betekent dat je elkaar steeds scherp moet houden over wat er gebeurt. Om ook verder te komen met elkaar. En vanuit LOC hebben we steeds de rol, ook in de verpleeghuiszorg en ook in de GGZ, om al die lijntjes te leggen tussen mensen en die verbinding met elkaar tot stand te brengen. En ook te zorgen dat we steeds blijven werken aan de droom. Want ik merk dat in de praktijk, dan komt er weer iets van een nieuwe wetgeving. Hè, zoals nu bijvoorbeeld de wetverplichte GGZ, is heel veel om te doen. Nou, en dan kun je zeggen, van, ja, we gaan ons helemaal op die wet richten. Maar je zou ook vanuit zo'n beweging kunnen zeggen, van, nou, laten we eens kijken, het doel van die wet is dat de mensen die op de zorg aangewezen zijn, dat die een goede bescherming krijgen en dat die zo vrij mogelijk zijn. En dat we geen separatie meer hebben en dat mensen niet onnodig vastgehouden worden. Dus als je vanuit die hoek kijkt, dan kun je zo aan werken en dan kom je ongetwijfeld dingen tegen waarin de WVGGZ niet werkt. Maar dan heb je een inhoudelijk gesprek waarom het vanuit de praktijk niet werkt, in plaats van steeds al van tevoren over die wet landelijk te gaan zitten steggelen. Dus je ziet dat alle landelijke ontwikkelingen ook in een ander perspectief komen dan mee. Ik vertelde al dat we in de verpleeghuiszorg al jaren ervaring hebben met zo'n beweging. En dat je ziet dat er ook echt resultaten zijn. Dat heel veel bewoners in de huizen waar dat speelt zich veel beter gekend voelen. Een voorbeeld bijvoorbeeld is dat in een verpleeghuis dat meedoet, ze gewend waren om iedereen haast te dwingen om mee te doen met meer bewegen voor ouderen. Want dat was zo goed voor de ouderen. En er zat een mevrouw en die praatte tegen niemand meer. En ze dachten ook dat ze niet kon praten. Tot haar dochter een keer op bezoek kwam en ze erachter kwamen dat ze wel kon praten. En toen bleek dat die mevrouw kunstlerares was geweest. En dat ze alsmaar geprobeerd hadden haar spelletjes te laten doen, wat helemaal niet haar intellectuele niveau was. Waar ze misschien door dementie niet helemaal meer goed bij kon. Maar uiteindelijk zijn ze op basis daarvan ook echt personeel was in tranen wat ze gedaan hadden toen ze erachter kwamen. En zijn ze met die mevrouw gaan kijken, zijn ze kunstboeken gaan lezen met vrijwilligers. Iemand die met haar naar het museum gegaan is. S'avonds voor de tv met een glaasje wijn een kunstprogramma kijken. En die vrouw is helemaal opgebloeid en die bleek ineens allerlei dingen te kunnen. Heel sociaal te zijn. Die begon weer te praten en te leven en allerlei dingen ook voor anderen te doen. En dit is dan een voorbeeld uit de ouderenzorg, maar in de GGZ is dat in wezen niet anders. Ik denk dat heel veel mensen die op een instellingsterrein wonen of langdurig op de GGZ aangewezen zijn, vooral op hun ziekte aangesproken worden. En dat er niet meer echt gekeken wordt van wie ben je en hoe kun je nou zorgen dat jouw leven er gewoon beter uitziet en dat je ook je kwaliteiten kwijt kunt. Je moet vooral maar nemen en mag ook nauwelijks meer geven. Ik zie ook dat in de verpleeghuiszorg waar dat speelt de hulpverleners veel meer tijd hebben. Dat heel veel zeggen, we hebben gewoon zeker een uur per dag meer de tijd om te besteden aan de bewoners en minder aan administratie. Waarom zouden we iedere keer moeten opschrijven dat we iemands haren gekamd hebben? Ik bedoel, dat weten we wel. Laten we vooral kijken van waarom hebben we die, schrijven we dingen op. Dat is vooral van belang om over te dragen dat als je collega weggaat, dat de volgende weet wat er aan de hand is. Of dat de familie ook goed op de hoogte is. Dus op een heel andere manier kijken. En wat ook een resultaat is dat bijvoorbeeld nu rond de corona, om een actueel thema te noemen, je ziet dat er op gang gekomen is dat ze zeiden van ja, shit, we hebben in maart gewoon de deuren op slot gedaan. Mocht niemand meer binnenkomen omdat de overheid dat zei.
We hebben iedereen een brief gestuurd van je bent niet meer welkom. Dit willen we gewoon niet nog een keer op deze manier. En hoe kunnen we elkaar nou helpen om te zorgen dat als het weer moeilijk wordt, en we zitten natuurlijk nu net weer in een volgende uitbraak, dat we niet weer op zo'nzelfde manier handelen, maar gewoon veel meer vanuit mensen kijken wat er nodig is. En dat mensen ook buiten de muren van dat huis en erin gewoon bij elkaar horen. En dat die nou toevallig onder een andere wet vallen qua zorg, zou niet een reden moeten zijn om die deuren maar weer dicht te houden. Wat we binnen de beweging in de GGZ vooral ook aan concrete activiteiten willen gaan doen, is dat we jaarlijks willen een week of een dag willen organiseren waarop iedereen die daarmee bezig is elkaar ontmoet. En ik hoop dat dat dan ook weer werkelijk bij elkaar mag zijn, dat we volgend jaar weer met 100 mensen bij elkaar mogen komen. En anders dan, als dat niet zo is, dan nou, kan het ook op de manier zoals we deze week vanuit LOC nu organiseren. Kleinere bijeenkomsten rond thema's die leven in het land. Actiegroepen, ook publiceren wat er gebeurt. En heel belangrijk actieonderzoek doen. Dat is ook echt onderdeel van het plan dat we hebben. Dat je niet achteraf kijkt van wat heeft het nou opgebracht. Maar dat je steeds met betrokkenen in gesprek blijft gaan van wat gebeurt er nou in de praktijk. Komen we ook dichter bij die droom. Zodat je er ook meteen op in kunt spelen om dat te verbeteren. En niet achteraf eens een keer een rapport zoals vaak gebeurt. En vooral ook gesprekken per organisatie die meedoen met alle betrokkenen. Van wat hebben jullie nodig om de volgende stap te maken. De stand van zaken op dit moment is dat er een heel actieve voorbereidingsgroep is. Dus vanuit LOC zijn we initiatiefnemer geweest. De brancheorganisatie van aanbieders, Valente, dat is de koepel van vroeger de RIBW-alliantie en de federatie opvang. Die zitten erbij en ook de Nederlandse GGZ, tot voor kort GGZ Nederland. En vanuit de onderzoekskant Vrenos en het Trimbos Instituut, die vooral dat onderzoek zullen willen vormgeven en ook veel kennis hebben over de langdurige GGZ. Wat we merken is dat we eigenlijk nog niet eens hebben hoeven werven om mee te doen. Want op dit moment, zonder dat we al echt werving gedaan hebben, zijn er al 13 organisaties uit de GGZ die, en dat is echt van kleinere RIBW's tot grote GGZ-organisaties die zelf gebeld hebben, mag ik alsjeblieft meedoen. En dan komen er iedere week bij. Dus we waren van 10 uitgegaan toen we bij het ministerie dat voorstel deden. Eerst 5 en later 10. Maar we zien echt dat wel heel veel mensen op zoek zijn van ja, zoals het nu gaat, kan dit ook echt niet zo blijven. Dit moet anders en dit kan ook anders. Ook van de verzekeraars, de zorgkantoren, zijn er al 3 die sowieso gezegd hebben ook menskracht vrij te willen maken om hier actief aan bij te dragen. Zowel grote als kleine. En ook de inspectie heeft zelf ook contact opgenomen van mogen we meedoen. Want dit is ook voor ons heel interessant om te kijken van ja, waar houd je nou toezicht op als inspectie? Doe je dat op het feit of de regeltjes gevolgd worden? Of gaat het uiteindelijk ook inderdaad omdat dat mensen zich gelukkig voelen en geholpen voelen? Nou, ik merk wat ik al zei, dat er steeds telefoontjes van allerlei kanten binnenkomen om mee te doen. Bij het ministerie zijn ze ook enthousiast. Ik kom daar zo nog even op of die het ook gaan financieren. Dat is nog heel even de vraag. Maar er is grote belangstelling ook van diegenen die 16 januari op die startdag geweest zijn. Ervaringsdeskundigen, heel veel mensen zeggen, hoe kan ik bijdragen? Vertel me dat, we doen graag mee. Bedoeling is dat we 1 januari 2021 gaan starten. Het hele plan ligt klaar. En dat plan is trouwens geen traditioneel plan. Dat moet ik ook even bijzeggen. We moeten als je subsidie aanvraagt wel aangeven van zoveel bijeenkomsten gaan we doen. Maar er staat vet in dat plan en het komt steeds terug van we gaan geen blauwdruk maken. En we gaan kijken waar de energie zit. En dat zal soms misschien vanuit cliëntenraden komen. Bij een ander is dat de bestuurder. Maar we gaan steeds kijken waar de energie zit om verder te komen. En dat betekent echt een andere manier van organiseren dan een traditioneel project. En ja, dus we zullen dus ook maar VWS moeten aanvaarden dat je tegen iets ja zegt als je dat doet, waarvan de stip op de horizon duidelijk is, maar de weg waarlangs misschien soms linksaf gaat en soms rechtsaf, en dat dat anders is dan tot nu toe gebeurt. Steeds de praktijk bepaalt wat nodig is. Wat ook een hele spannende is, en zeker voor een ministerie, we hebben gezegd, we gaan van mensen uit en niet vanuit de wet. En dat betekent als we het over langdurige GGZ hebben, dat er ook een deel van de mensen ook volgend jaar nog steeds vanuit de WMO en de zorgverzekeringswet zorg krijgt. Maar dat we niet als basis gaan nemen degene die overgaan naar de wet langdurige zorg.
maar dat we iedereen die langdurig op de GGZ aangewezen is als uitgangspunt nemen. En ik merk dat vooral het ministerie dat heel spannend vindt, want die hebben per wet een directie en die zit ook allemaal op een aparte etage in het ministerie. En we hebben 2 weken geleden overleg gehad en je zag ook dat ze zeiden van ja, dit dwingt ons eigenlijk ook om op een andere manier te werken. Over de scheidslijnen van de wetten heen. En dat hebben we eigenlijk op deze manier tot nu toe nooit gedaan. We merken toch dat we heel erg vanuit de wetten aan het redeneren zijn in plaats van vanuit wat mensen nodig hebben. Dus dat was voor mij eigenlijk nog wel een stimulans extra om te denken van, ik geloof dat we de goede weg te pakken hebben. En als we hiermee door kunnen gaan, dan belooft dat wat. De komende maand, oktober, november, hebben we ook allerlei gesprekken met in ieder geval die 13 die zich al aangemeld hebben, die 13 GGZ-organisaties en de verzekeraars, consorkantoren en de inspectie, gezondheidszorg en jeugd en het ministerie uiteraard over hoe gaan we verder. Deze maand horen we of VWS, het ministerie, dat ook wil gaan betalen voor 3 jaar hebben we gevraagd, want we denken echt dat we 3 jaar nodig hebben om een goede start ermee te maken. En dan is de beoogde startdatum 1 januari 2021. En hoop ik ook dat we daar met iedereen een vliegende start mee kunnen maken. En ook echt iets kunnen gaan bereiken. Dat het vooral over de mens gaat. En het systeem naar de achtergrond komt. En het systeem en de wetten dienend gaan worden aan mensen in plaats van omgekeerd. En dat is wel een gevoel wat we wel heel erg veel horen. Dus dat was wat ik daarover wilde vertellen. Dus ik ben benieuwd naar jullie reacties. En dat mag in de chat. Je mag ook je geluid aanzetten wat je wil. De vraag die binnenkomt is, Martijn, waar kun je meer vinden over deze beweging, ook die in de verpleeghuizen? Voor de verpleeghuizen is er een website en die heet www.radicalevernieuwing.nl. Ik zal hem eventjes erbij typen. Daar staat alle informatie over de verpleeghuiszorg. Ik ga jullie krijgen na afloop een PowerPoint die ik hier gemaakt heb, maar ik zei al, die heb ik nu even niet gebruikt omdat we ook niet met heel veel zijn. En anders jullie mij ook niet zouden zien. En het is handiger, denk ik, om het dan op deze manier te doen. Daar heb ik even de hoofdlijnen van wat we in de GGZ gaan doen ingeschreven. Dus eigenlijk het verhaal dat ik net verteld heb. Die krijgen jullie automatisch aan het einde van deze week. Dus we verzamelen van de hele week alle PowerPoints. En iedereen die aan een bepaalde workshop deelgenomen heeft, die krijgt van die workshops, van die sessies, de PowerPoint. En daar staan de hoofdlijnen in. En zodra we met het ministerie ook duidelijkheid hebben over het plan dat er ligt, dan zullen we ook het plan zelf openbaar maken. En daar ook een website voor in het leven gaan roepen. Dat is ook onderdeel van het plan. En ik zal in ieder geval zorgen dat de link daarvan op radicalevernieuwing.nl staat. En ik weet niet of jullie allemaal de wekelijkse nieuwsbrief van LOC krijgen. En dan zal ik ook zorgen dat die daarin komt. Dan kun je gewoon via de website van LOC, www.cliëntenraad.nl. Dan kun je daar gewoon gratis die nieuwsbrief krijgen. En daar zullen we daar ook aandacht aan besteden. Ik zie Sanne zeggen, het klinkt ontzettend goed. Ik weet zelf nog niet zoveel van de structurering van de zorg. Ik ben nieuw in de cliëntenraad, dus inhoudelijk kan ik er niet zoveel over zeggen. Ik denk dat je er heel veel over kunt zeggen, eerlijk gezegd, door ook al wat je nu opmerkt. Want volgens mij moeten we het juist niet te erg gaan hebben over de structuren. Maar vooral gaan hebben over wat heb je als mens nodig. En volgens mij is het enorm belangrijk dat juist ervaringsdeskundigen, cliënten of welke term je ook wil gebruiken, daar een belangrijke rol in spelen om steeds terug te geven of dat ook inderdaad helpt. En of het inderdaad over mensen gaat. Anderen. Wat roept dit bij jullie op, dit verhaal? Misschien kunnen jullie typen.
Leo zegt, klinkt logisch wat je vertelde. Ik denk dat dat waar is en tegelijkertijd zie ik, maar ik ben ook benieuwd of jullie dat ook zo ervaren, dat de praktijk vaak niet helemaal is dat ook op die manier logisch is. Dus wat je gewoon vanuit het maatschappelijk oogpunt zou denken van nou, er zijn mensen die ondersteuning nodig hebben en daar is ook geld voor. Dan zou het ook logisch zijn dat dat zo georganiseerd is. Maar er zijn zoveel belangen en zoveel structuren dat nou ja, vaak toch wat naar de achtergrond gaat. Even kijken. Er zijn nu drie reacties. Dit gaat heel veel mogelijkheden bieden, vooral als zoveel partijen gaan samenwerken. Ja, daar ben ik ook blij om, dat ook de brancheorganisaties van aanbieders hier zich echt achter scharen en zeggen van dit zou helpen in de praktijk. Sanne, het heeft iets hoopvols dat het gaat over de bontgeschakeerde mensen achter de ziekte, uitdagingen. Ja, precies, dat is ook waar we het over hebben. Je bent niet je ziekte, maar je hebt iets en je wilt gewoon je leven leiden. Dat is het uitgangspunt. Volgende reactie. Ik ken deze beweging uit de ouderenzorg en er is veel goeds gebeurd. Erg fijn dat het ook in de GGZ nu aangezwengeld wordt. Per tijd denk ik, want de GGZ loopt op deze terreinen echt erg achter met betrekking tot persoonsgerichte zorg en zo. Ja, ik denk dat je daar gelijk in hebt. Ook nog wel aardig te vermelden is in de ouderenzorg dat er ook nog een soort beweging naast is komen te ontstaan. En daar zie ik ook heel veel mogelijkheden als dit lukt om dat in de GGZ ook te gaan doen. In de ouderenzorg is er vanuit die beweging ook het initiatief gekomen om het onderwijs dat opleidt voor de zorg heel anders te gaan vormgeven. Er zijn echt nieuwe opleidingen ontstaan. En die zijn zich nu weer aan het verbinden met elkaar om ook vanuit dat perspectief van de beweging Radicale Vernieuwing dat zorgonderwijs anders in te richten. Omdat we merkten dat ook het onderwijs heel vaak helemaal niet zo aansluit bij waar we het nu eigenlijk vanmiddag over hebben, wat mensen nodig hebben. En dat wat we nu aan het opzetten zijn, en dat zou waarschijnlijk komt er zelfs echt een eigen school uit voort, daar zou ook de GGZ zo bij aan kunnen haken. Dus ik denk dat dat ook nog interessant wordt om die link straks ook in de GGZ op die manier te gaan leggen. Dus ja, dat is eigenlijk wat we aan het doen zijn. Voor jeugd zijn we ook trouwens bezig om een jeugdzorg ook om een soort gelijke beweging op te zetten. Omdat ook daar precies hetzelfde aan de hand is. Het gaat daar over jongeren die gewoon een toekomst willen hebben en die steeds behandeld worden als probleemgeval in plaats van als jongeren die gewoon nou ja, ook hun dromen hebben, maar de dingen in hun leven gebeuren waardoor dat niet allemaal vanzelf gaat. En ja, het klinkt allemaal heel logisch en dat is het denk ik ook. En ik hoop ook echt dat we daar gewoon grote stappen kunnen zetten. En ook dat als we een aantal van die bewegingen hebben in de verschillende sectoren, dat die elkaar ook weer kunnen gaan versterken. Wat ik al zei is dat we bij het ministerie nu ook over die grenzen van de wetten heen komen. En ja, dat dwingt hen ook om anders te werken. Maar dat geldt ook voor een inspectie en dat geldt ook voor een zorgkantoor. Het geeft gewoon een andere manier van werken. Andere reacties? Als we op een gegeven moment eerder dan een uur klaar zijn, is het ook goed hoor. Ik bedoel, we hebben maximaal een uur, maar misschien willen jullie nog wat anders kwijt. Of typ het gerust. Van let daar alsjeblieft op. De vraag waaruit en van wie komt dit initiatief? Het initiatief is echt bij LOC vandaan gekomen. Vanuit alle signalen die vanuit cliëntenraden in de GGZ steeds bij ons komen al heel veel jaren. En misschien goed daarbij te zeggen dat we vanuit LOC in 2008 een visie op de toekomst van de zorg ontwikkeld hebben. Waardevolle zorg hebben we dat genoemd. En ja, daar gaat het heel erg over, precies het perspectief van mensen en dat dat ook is waar we naartoe willen met elkaar. En eigenlijk alle activiteiten die we doen, zowel het ondersteunen van cliëntenraden, waarbij het niet gaat over de wet, maar uiteindelijk dat je ook als cliëntenraad zorgt dat mensen die ondersteuning nodig hebben hun leven kunnen leiden, is ook ontstaan van ja, we kunnen wel steeds roepen in Den Haag dat het anders moet, maar laten we ook zelf het initiatief nemen om dat te gaan doen. En daar zijn we dus eerst in de ouderenzorg mee begonnen en onze handen jeukten al langer om dat in de GGZ te gaan doen.
En nu die overheveling naar de wet langdurige zorg is eigenlijk een mooie aanleiding om dat ook daadwerkelijk te gaan doen. Dus we hebben gewacht op het moment dat dat kon en zijn anderen gaan zoeken om zich bij dat initiatief aan te sluiten. Maar ik kom dus eigenlijk in de kern echt voort vanuit de verhalen van cliëntenraden en ervaringsdeskundigen. En trouwens ook wel medewerkers die bij ons, die we kennen, die zeggen van ik heb echt geen zin om zo mijn werk te doen. Andere vragen? Of iets wat je nog mee wil geven, wat we vooral als we die beweging gaan starten, niet moeten vergeten? Ik kan niet zien of iemand aan het typen is. Dat is een beetje lastig. Susanne vraagt, heb ik goed gehoord dat ervaringsdeskundigen ook betrokken worden? Jazeker. Ja. Nee, dat is echt nodig om ook steeds terug te geven en ook mee te denken van hoe geef je het vorm. Dus in alle organisaties die meedoen, zullen ook zeker ervaringsdeskundigen betrokken zijn. En ook anderen die zeggen van ik wil graag een bijdrage leveren. Juist, dat is de basis. Vraag, hoe willen jullie de rol van cliëntenraden positioneren in deze beweging? Dat ligt er ook aan hoe de raden zelf betrokken willen worden van de betrokken organisaties en ook landelijk. In de verpleeghuizen zien we dat we soms ook aparte bijeenkomsten voor cliëntenraden hebben. Bijvoorbeeld nu vanuit diegenen die meedoen van hoe ga je met corona om, maar ook eerder van hoe kun je nou ook als cliëntenraad stimuleren dat je ook daadwerkelijk aan die verandering bijdraagt. Maar dat wisselt dus ook wel een beetje wat de behoefte van de betrokken cliëntenraden is. We hebben in de verpleeghuiszorg de diverse cliëntenraden gehad die initiatiefnemer geweest zijn dat hun organisatie meedoet. Die gewoon net zo lang bij de bestuurder hebben lopen pushen, want wij willen dat je meedoet, dat wij mee gaan doen, bedoel ik. En dat is uiteindelijk ook gebeurd. Terwijl anderen zeggen van ja, ik neem toch een wat afwachtendere houding in en ik hou me liever bezig met andere zaken, dat mag ook. Dus het is ook echt aan de cliëntenraden zelf van op welke manier die betrokken willen zijn. We zullen daar wel steeds over communiceren en aparte website in het leven roepen, een nieuwsbrief maken waar ook cliëntenraden zich op kunnen abonneren en in de cliëntenraadsnieuwsbrief er ook soms aandacht aan besteden en ook in ons magazine Zorg en Zeggenschap. Zodat ook duidelijk is wat er gebeurt en cliëntenraden die betrokken willen zijn, dat ook kunnen. Dus van degenen die meedoen, maar ook andere geïnteresseerde raden. Ik denk als we dit gaan doen, dat er ook echt interessante informatie uitkomt waar ook cliëntenraden die misschien niet betrokken zijn bij een organisatie die meedoet, iets mee kunnen. Omdat het zo teruggaat naar de kern waar je ook als cliëntenraad voor bedoeld bent. Ik weet niet of dit een antwoord is op je vraag, Mario. Anderen nog? Jazeker, nou, dank je. Zijn er nog vragen? Of nogmaals, zijn er nog zaken waarvan je zegt van denk hier alsjeblieft aan? Oké. Jasna zegt, ik heb geen vragen meer. Als anderen dat ook niet hebben, dan is het ook goed om zo gewoon deze sessie af te sluiten. Nogmaals, het hoeft geen uur te duren, maar we hebben wel een uur de tijd. Dus ik merk ook de ene sessie, ik heb er een heel aantal gedaan, komen er heel veel vragen, andere minder. Ik ben er wel even benieuwd van, hebben jullie gehoord wat je verwacht had te horen? Of zeg je van, nou, dit is wel heel anders dan ik gehoopt had. Dus ik ben wel even benieuwd naar de reactie op vanmiddag. Was het de moeite waard om deel te nemen of zeg je van nou, ik heb niks nieuws gehoord? Dat mag ook.
Nou, ik zie in ieder geval, ik ben aangenaam verrast, daar ben ik blij om. Ik hoop dat dat voor anderen ook geldt. Zal nog even wachten. Ja, er komen nu allemaal reacties binnen. Ik had ook geen verwachting, maar ik ben erg hoopvol over de beweging. Het is fijn om te horen wat er speelt en wil graag op de hoogte gehouden worden van initiatieven. Ik had mij voor nog wat concreter gemogen, maar ik vind het heel boeiend. Het was zeker de moeite waard om deel te nemen aan deze sessie. Dat concretere, ja, dat snap ik. En tegelijkertijd vind ik die ook ingewikkeld om hem nu nog concreter te maken, omdat we ook echt met de betrokkenen dat gaan vormgeven. Volgens mij is voor nu het belangrijkste dat we kijken van wat is de gemeenschappelijke droom. En waar willen we naartoe met z'n allen? En daar kan iedereen zijn bijdrage aan leveren. En dat is misschien een, ja, wat ik al zei, een andere manier van werken dan we vaak tot nu toe gewend zijn met elkaar, waarbij we echt een soort projectplan hebben met concrete activiteiten. En tegelijkertijd merk ik in de verpleeghuiszorg dat dat juist wel de kracht is, dat je dat niet hebt, maar steeds met elkaar het gesprek hebt van hoe komen we nou echt bij wat mensen nodig hebben. En dat kan in de ene organisatie zijn dat je op een heel andere manier de gesprekken met elkaar voert als iemand zorg nodig heeft, of doorlopend, en een ander doet dat weer op een heel andere manier. En dat mag ook allemaal, maar dan steeds het gesprek dat je met elkaar voert. Dus ik kan hem ook nu niet heel veel concreter maken dan dit. Kort gezegd, maatwerk. Ja, maat precies. Steeds vragen stellen, steeds elkaar scherp houden. En dat is maatwerk, maar wel maatwerk waarbij je niet alleen over een aandoening hebt, maar het steeds over mensen hebt. En dat wil ik wel echt voorop stellen, dat denk ik ook de kanteling is. Je hebt de DSM, waarbij bepaald wordt wat voor aandoening iemand heeft, en daar hangt de financiering ook aan. Maar je bent gewoon niet die aandoening, je bent een mens. En je ervaart bepaalde problemen in je leven en daar wil je hulp bij. En dat moet de kern zijn en dat is volgens mij ook de omslag die we met elkaar te maken hebben. Ik zeg dan ook altijd, ik ben meer dan mijn aandoeningen. Exact. En iedereen heeft volgens mij wel aandoeningen. Dus ik heb nog een vraag. In hoeverre wordt aangehaakt of kennis opgedaan bij radicale vernieuwing uit de verpleeghuiszorg? Ja, dat is een beetje mijn rol in het geheel. Dus ik ben straks bij al die vier bewegingen betrokken. Er zitten allemaal wel coördinatoren per beweging, omdat dat ook nodig is. Maar ik wil vooral de rol op me nemen om te zorgen dat tussen die verschillende bewegingen ook geleerd wordt en je elkaars voorbeelden ook kunt vinden. En de vorm waarin moeten we nog even kijken. Misschien wordt dat ook wel dat je gewoon jaarlijks echt bij elkaar komt. Dat we ook in de verschillende nieuwsbrieven voorbeelden uit de andere sectoren noemen, cliëntenraden uit de sectoren bij elkaar brengen. Dus er zijn allerlei manieren om te zorgen dat er van elkaar geleerd wordt. En tegelijkertijd moet ook iedereen wel zijn eigen weg kunnen vinden. Want ik merk ook dat wat in de verpleeghuiszorg werkt, dat zit voor een deel qua sector weer anders in elkaar dan de GGZ. En we moeten ook wel zorgen dat de verpleeghuiszorg weer niet een blauwdruk wordt voor hoe het in de GGZ moet. Dus het is soms ook nodig dat iedereen een stukje zijn eigen weg gaat. Maar het leren van elkaar is hartstikke belangrijk. En daar voel ik me ook voor verantwoordelijk om dat te gaan organiseren. Dus daar is ook alle aandacht voor. Nog andere vragen? Veel succes daarmee. Nou, dankjewel. En ik hoop ook dat jullie allemaal, als je geïnteresseerd bent, ook mee willen blijven doen.